straatfotografie is een vorm van fotografie die, als je die over de lange termijn bekijkt, veranderingen in het straatbeeld en dus ook veranderingen in een samenleving weergeeft. Een bekend verschijnsel wat iedereen meteen kan zien is bijvoorbeeld is mode. Als je één keer de straat op gaat voor straatfotografie, zie je dat niet. Maar als je daar lang mee bezig bent, zie je daar evoluties in. En je ziet dus de samenleving veranderen. En ook hoe burgers binnen die samenleving functioneren. Dat breng je op een hele indirecte manier dan wel in beeld. Ik ben Mark Pennerts. Onder meer ben ik fotograaf en met name gespecialiseerd in straatfotografie. Het is een vorm van fotografie waarbij je eigenlijk nergens controle over hebt. Althans, heel weinig controle. Je hebt controle over je compositie. Je hebt controle over de keuzes natuurlijk die je maakt op straat. Wat fotografeer je wel en wat fotografeer je niet. Maar als het gaat om licht en om datgene wat de mensen in je beeld doet, ja, dat heb je niet in de hand. En dat vind ik zelf dan wel ook een van de fijne aspecten aan deze vorm van fotografie. Als straatfotograaf probeer je onzichtbaar te zijn. Je wil de beelden vastleggen op een manier die zo ongedwongen mogelijk is. Dat betekent dat mensen eigenlijk niet moeten merken dat jij er bent met je camera. Ik ben meer bezig met meer een esthetische, meer persoonlijke benadering van beelden vangen waarvan ik hoop dat die een bepaalde toon, een bepaalde emotie, een bepaalde sfeer overbrengen. Ik weet nooit wat ik van tevoren ga fotograferen. Ik weet zelfs vaak niet waar ik iets ga fotograferen. Ik laat mij heel erg overvallen door het toeval, door wat ik zie, door wat ik tegenkom. En ik laat me daarbij ook wel vaak leiden door licht wat ik zie. En voor mij is juist het spannende aan straatfotografie dat je van tevoren totaal niet weet wat je voorgeschoteld krijgt. Door de steeds groter wordende technische mogelijkheden kan je als fotograaf, als je wil, steeds meer vervalsen. Er zijn enorm veel foto's die verspreid worden en waarvan mensen niet weten dat daar allerlei dingen zijn weggepoetst. Dat is iets wat ik zelf dus nooit doe. Ik kan een foto een klein beetje kroppen, een klein beetje links of rechts van het totale beeld wegsnijden. Maar ik ga nooit afzonderlijke elementen bijvoorbeeld weggummen. Dat zou not done moeten zijn. Zelfs mensen zijn bij mij in de foto's soms een soort figuranten, of het zijn slechts schaduwen. De meeste mensen in mijn foto's zijn ook niet herkenbaar. Heel vaak zo gefotografeerd dat je hun gezicht niet goed ziet. Dat doe ik ook enigszins bewust, omdat het dan voor de kijker interessant is om daar. Je kan als kijker dan je eigen invulling daaraan geven. Te expliciet vind ik niet zo heel interessant in een foto. De foto hoeft niet de realiteit weer te geven, want ik heb geen camera nodig om de realiteit te ervaren. Ik gebruik de camera om te zien hoe de realiteit eruit ziet binnen een bepaald kadertje, of hoe die eruit kan zien. Maar dat hoeft niet overeen te komen met hoe anderen die ervaren.